heb een paar maanden heb ik achter elkaar gezegd, rustig, het komt wel, het komt wel, het komt wel. Nou, het kwam niet. Nou, dan zie je zelf een paar wedstrijden en dan denk je, zo, dat is niet echt om over naar huis te schrijven. Nou, en toen heb ik het in de krant geschreven. Dus meer niet. En als een ander zegt van ja, je wilt dat beïnvloeden, dan denk ik, nou ja, dan spoor je niet helemaal. Wat zou jij doen als je trainer bent bij Feyenoord en Willem Bietse gaan? Ik zou er wel voor openstaan, ja. Absoluut. Maar ik vind als je op het moment dat je er open voor staat, dat je er vervolgens ook wat mee moet gaan doen. En ik vind wel als je afspreekt met elkaar, we gaan zitten en we houden het intern bij je met elkaar. En dan vind ik dat je er allebei wel aan moet houden. Ja, niet op vrijdag de dag daarna, nooit roketten. Nee, maar wat heeft hij nou in de krant gezeten? Uitsmijter, hamkaas. En wat er gegeten is en wat algemeenheden. Maar Willem werkt bij het AD. Die mensen die bellen hem. En Willem heeft gewoon heel voorzichtig wat dingetjes verteld. Maar daar is absoluut niet in verteld wat ze daar samen besproken hebben. Daarom vond ik die reactie van Mario ook heel erg overspannen. En wat ik erg vind, John, als een hele grote voetballer zich bij jou aanbiedt, of de sponsors, de achterban die dringt op zijn komst aan, hè, dan moet je die man niet bijna een oneerbaar voorstel doen. Willem hoefde nog net niet de ballen op te pompen. Maar hij mocht dan naar een wedstrijd kijken. En op maandag op een kopje koffie mocht hij daarover komen praten. Ja. Nou, zoiets bied je van Hanegem niet aan. Wat vind jij ervan allemaal dan? Ja, ik vind het dubbel. Dit klonk alweer oprecht. Maar ik heb nog het hart. Ik was vrijdag. En dat vond ik. Ik ben vrijdag terug naar huis gegaan. Dat heb me wel bezig gehouden in dat uur dat ik naar Dordrecht reed. Toen stonden wij nog even met Jan Boskamp te praten. En zag jij dat hij bijna begon te huilen? Hij raakte die ligt er ook wakker van. Maar die ging over Feyenoord praten en die ging bijna huilen. Ja. En toen zei zijn vrouw tegen hem, nou doe nou maar niet, kom maar mee. En toen dacht ik wist niet dat bestond. Dat meen ik uit de grond van hart. Ja. Dat wist ik niet dat bestond. Maar ik heb terug naar huis gegeten, dacht ik dat. En dat was wel leuk. En toen zei hij, en dat meende hij ook weer, toen zei hij van ja, het mooiste zou toch zijn als Wim Jansen en Wim van Hanegem het oppakken om daar technisch wat neer te zetten, zodat er weer goede spelers komen. En toen heb Johan hem geprobeerd uit te leggen dat Jansen van Hanegem niet kon door allerlei soorten redenen. Ja. En toen stond hij Johan echt aan te kijken van, ja, maar het gaat toch niet om hun? Nee. Het gaat om de club. Ja. En bij hem was het zo oprecht dat ik ben er gewoon heel het weekend een soort van ontroerd door geweest. Ja. Ik denk, hoe kan dat? Het begon hij ook te zeggen, ik liep er al vanaf zo. En je hebt het gezien, hè? Ja. Hij was echt aangedaan. Ja, ja, ja. En dat kun je niet voorstellen, want er zit hier zo'n grote, sterke lobbes aan tafel. Ja, ja, ja. En die heeft de grootste mond. En hij blijft me slaan en zo. Ja, ja, maar die dan helemaal eigenlijk sentimenteel wordt en een brok in de keel krijgt. Ja. Als het over Feyenoord gaat. Ja. Die man ligt daar echt van wakker. Ja. En zijn vrouw die nam hem echt mee van, kom Jan, want anders maak je weer over je toeren. Kom naar huis. Ja. Ongelooflijk. Feyenoord. Echt, Feyenoord. Ja, we kunnen ons dat niet voorstellen. En Wim Jansen heeft hetzelfde, alleen die toont zijn emotie niet. Die laat niks van zich horen. Maar die ligt in Hendrik Ido Ambacht ook wakker. Ja, en bij Willem had je nu, toen je het nu weer zag, ook alweer het gevoel dat het echt vanuit zijn hart kwam. Ja. We gaan door met het Gillette Pro-klassement. Brengt ons bij de belangrijkste, meest waardevolle spelers van het afgelopen weekend. Er zit er sowieso eentje van ADO bij, Wesley Verhoek. Die staat in het rijtje namelijk, op plaatsje 4. Maarten Martens van AZ. Aysati, die het erg goed deed. Die nam Vitesse bij de hand, zoals een mooi. Matas, die het erg goed deed. En wie staat er op 1? René. Hier staat die jongen van AZ. Maar ik moet zeggen dat ik die Martens wel ziek door zijn heel erg goed vond spelen. Ja, hij legt dus ook een uitkantje voeten. Nou, die jongen is in vorm. Maar die ziek door zo'n 20 jaar oud. Ja. IJslander, 5 doelpunten. Dat gaat best lekker uit. Die dat is geweldig. Als je op die leeftijd in één wedstrijd 5 keer scoren, dat gaat hij nooit meer doen, denk ik. Nee. Super maar, voor hem. Zij zei ook, we hebben geen sterren, maar we hebben een goed collectief. En dat kun je Gert-Jan Verbeek toch weer meegeven. Dat heeft hij toch weer knap voor elkaar. En fit. Verschrikkelijk fit. Nou. Daar schijnt hij wat mee te hebben ook. Maar die jongens die echt die kunnen blijven. Die Martens ook, hoor. Ja. Die Martens, dit lijkt wel 100% fitter dan dat hij ooit geweest is, man. Ja, ik las ook vanmorgen de krant dat Verbeek nu toch naar het ziekenhuis gaat. Want hij is toen in Amerika gevallen met een motor en heeft zijn sleutelbeen gebroken. Dat heeft hij hier nog zitten vertellen. Is hij gewoon doorgereden, want hij heeft zonder van de vakantie om naar huis te gaan. Ja, maar nu is het verkeerd op elkaar gegroeid. Er zit een botje, steekt de hele tijd eruit. En dat is nu toch wel pijnlijk aan het worden. Dat hij zoiets heeft van, daar moeten we wat aan doen. In het elftal van de week trouwens bijzonder veel ADO-spelers. Ik weet niet of ze wisten dat John langs zou komen. Maar ze staan er wel met heel veel mensen in, zie ik. De Rijk staat erin, Leeuwin staat erin, Verhoek staat erin. Maar goed, Matas en Siktorsson natuurlijk voorin. Tadić van Groningen, ook een goede voetballer.
trouwens, die Tadic. Ja. Oh, ja. Goede aankoop is maar dat die geweest. Hele linkerkant van Groningen is heel goed. Ja, die hebben überhaupt heel goed helft gestaan op dit moment. Ik vind alleen die keeper, die is mij nooit zo heel erg. Ja, maar ja, is niet kleine. Zo groot ook. Hè? Nee, maar die vind ik nooit zo heel erg geweldig. Maar heb je de keeper van Heerenveen gezien? Wat een erg is dat ook. Is dat erg? Ja, maar die stoer Ellegaard heeft heeft 2 weken geleden in de Leeuwardenkrant gezegd dat zijn ambitie is om de beste keeper van Nederland te worden. En het gaat hem nog lukken ook, zei hij erbij. Ja. Ja. Ja, dan moet hij tekenen tot 3000. Dan moeten we de tegenpartij toch zeggen dat ze niet op doel mogen schieten. Ja. Nee, dat was dat, man. Nee, die voorzet. Ik word daar steeds helemaal down van als je dan naar de Eredivisie live zit te kijken en je ziet al die keepers. We hebben een momentje, hè? Dat is die vrije trap van Tadić. Het is verschrikkelijk. Onvoorstelbaar. Want ook Verhulst van Willem II is een grootheid. Dit is echt niet te geloven, dit. Dit is echt onvoorstelbaar. Hij maakt een schijnbeweging, maar hij trapt er zelf in. Ja, dat is zo. Hij gaat met zijn voeten naar de... Ja, dit kan echt niet. Nee. Nee, die had jij gepakt. Ja. En dat zegt wat, hè? Ja. Klem vast. Brengt ons wel bij het klassement. Er staat namelijk een doelman op dit moment bovenaan. Afellay is vertrokken, u weet het, naar Spanje. Stekelenburg is nu koploper daar voor Brama, die zomaar een doelpunt maakte. Als hij er nog een had gemaakt, was hij naakt rond gaan lopen. Gelukkig is dat ons bespaard gebleven trouwens. Vormer, Chatli en Verhoek. Wel een goede voetballer, die Verhoek trouwens, hè? Hey. Ja echt. Johan twijfelt eraan. Ja. Wij denken dat hij een niveau hoger kan. Ik vind hem hartstikke goed bij jullie. Prachtige voorzet. Hij maakt die rust topscoren. Maar ik weet niet of hij bij de Nederlandse top ook die inbreng zal hebben. Ja, dat is altijd een vraag. Ja, dat is altijd moeilijk in te schatten. Ik denk het wel, omdat hij een bepaalde kwaliteiten heeft als buitenspelers. Als buitenspeler die ongekend zijn. Hij is snel, hij is krachtig, hij heeft een individuele actie en een geweldige voorzet. En een goede kop. Een goede kop. Ja. Johan, even weer een sentimenteel moment. Hij kan niet kop, hoor. Nee, maar hij heeft wel een goede kop, is ook niet onbelangrijk. Nee, maar hij zit er ook goed in. En, hij is ambitieus. En die voorzetten, die geeft hij overal. En je moet wel iemand hebben die erin tikt. Precies. Ja. En dan 62 jaar is hij vandaag geworden, dames en heren. En er zijn natuurlijk ontzettend veel vrienden van hem die hem daarmee willen feliciteren. U zag hem zojuist al voorbij komen, Willem van Hanegem. Maar meer mensen die zeiden, Johan 62, dat willen wij niet missen. Ik ben dolblij dat jullie bij mij gekomen zijn, echt. Want dat zou wel erg zijn als ik die verjaardag vergeet van die persoon waar ik zo gek van ben, waar ik al jaren een grote fan van ben. Dat is echt, als ik dat zou vergeten, dan was ik geen knip van mijn neus waard. Dus bij deze koningin van harte gefeliciteerd met die verjaardag. En dan was ze nog een jarig. Wie zei dat tegen mij? Ik twijfel nooit aan jouw kennis over voetbal en ik heb wel een situatie dat ik denk van, moet dat nou zo? Maar ik waardeer jou en ik vind een hele goede journalist. En ik wens je een hele fijne verjaardag toe. 62 jaar alweer, nog een paar jaartjes, dan zit het er ook voor jou op. Maar ik wens je in ieder geval een hele fijne verjaardag. Groetjes. Hey Johan, ik wens je alles goede tot je geburtstag. Ik heb gehoord, je bent schon immer een spezielle fan van mij geweest, speciaal am Anfang. Deswegen heb ik hier een spezielles geschenk voor dich. Een goede sigare, maar rauchen is niet zo gezond. Deswegen hauen we die weg. Und ich habe hier ein Shirt für dich, weil du schon immer ein spezieller Fan von mir warst. Alles Gute. Ja, het is toch echt ongelooflijk. Twee uitersten. Onze lieve koningin jarig. En dan die snor. Dat is toch echt ongelooflijk. Maar Johan, ik ken je nou geloof ik al 35 of 40 jaar. Maar ook jij, van harte gefeliciteerd. En hoe oud werd hij nou? Ja, nou dit dus hè, 62. Janko. Daar is hij. Maar nu begrijp ik het, want nu begrijp ik het telefoontje van Joop Munsterman. Want zijn vrouw had iets creatiefs bedacht. Leuk, hè? Ja, erg leuk, ja. Johanko. Ja. Erg leuk. En het zou natuurlijk hartstikke leuk zijn als je hem de rest van de uitzending zou aantrekken. Nou, nee. Want ik wil net doen of ik het vanavond allemaal erg leuk vind, maar ik ben geen clown. Oh, oké. Zo meteen praten we door. Onder andere over Royce van Drenthe. Gaat hij ook nog naar Juventus toe? Misschien het allerlaatste transfernieuws, bijvoorbeeld over Bas Dost. We praten onder andere ook natuurlijk over ADO Den Haag. Tot zo, na de onderbreking. Topshow natuurlijk vanavond. 62 is hij geworden en we zitten hier gezellig met z'n allen. Johan Derksen, John van der Brom en natuurlijk ook René van der Grijp. Dus best te drinken.
Klein beetje. Niks mis mee. Normaal gesproken hebben we hier niks. Geen nootjes of wat, maar het is één groot feest vanavond. Ja. Onrust natuurlijk op dit moment ook op de transfermarkt. Bas Dost, gaat hij nou wel of niet naar Ajax? We hebben op dit moment volgens mij Simon Zwartkuijs aan de lijn, die zojuist nog gesproken heeft met Rick van den Boog van Ajax. Klopt dat, Simon? Ja, dat klopt. En een uurtje geleden ongeveer heeft Heerenveen nog een tegenvoorstel gedaan. Maar volgens Van den Boog scheelde het bijna niks met het bedrag dat ze in eerste instantie in hun hoofd hadden. Dus daar gaat Ajax niet op in. En Van den Boog, zoals het er nu naar uitziet, dan komt het niet tot een akkoord. En het bizarre eigenlijk aan de hele situatie is dat Bas Dost nu nog in Amsterdam is om zijn medische keuring te ondergaan bij Ajax. En dat in de hoop dat dat goed komt, maar daar ziet het dus absoluut niet uit. Dus het zo blijft zoals het nu is, zei Van den Boog, dan komt er geen deal en komt er ook geen alternatief en komt er dus niemand naar Ajax. Oké, want het was in eerste instantie 6 miljoen, toen heeft Heerenveen het opgehoogd naar 7 miljoen. Ze zitten dus weer in de buurt van die 6 miljoen op dit moment. Ja, klopt. Ja. Van den Boog zei dat hij die 7 miljoen, die had hij zelf nooit gehoord. Die is tijdens die arbitragezaak vanmiddag genoemd, dat bedrag. Het bedrag dat ze aan Ajax genoemd hebben, ligt ietsje lager. En nou, met die paar ton eraf bij dat laatste tegenvoorstel kom je in de buurt van die 6 miljoen. Van den Boog zei, ja, daar gaan we gewoon niet mee akkoord. Dat is niet het bedrag dat wij in ons hoofd hebben. En dan houdt het gewoon op. Oké, nou houd ons op de hoogte. Misschien dat het nog weer anders wordt, Simon. Bedankt. Ja, oké. Oké, Johan, jij hebt ook nog allemaal nieuws, begrijp ik. Dus... Ja, heel verrassend nieuws vind ik dat. Want Excelsior wordt altijd als het lelijke eendje afgeschilderd van de Eredivisie. Maar die willen toch wel degelijk in de Eredivisie blijven. Want die hebben zich aanzienlijk versterkt. En met hele goede voetballers. Edwin de Graaf van Hibernian, dat was een uitstekende middenvelder in Nederland. En Geert Arend Roorda van Heerenveen, die is lang geblesseerd geweest. Vind ik een van de grootste talenten. En ze hebben een keeper van John gekocht, Nico Pellats. Ik ken hem niet, maar volgens John is het een hele goeie. Ja, Duitse keeper, tweede keeper bij ons, die gekomen is toen Robert Swinkels geblesseerd raakte. Hele goede indruk achtergelaten en hij is niet verkocht, maar we hebben hem verhuurd, omdat Swinkels ook weer fit is. Ja, maar dat zijn toch drie echte versterkingen voor Excelsior, hoor. Drie basisspelers, ja, absoluut. En ze hebben ook Marvin Zegelaar nog gehaald van Ajax. Ja. Vreemd dat er niks van Feyenoord komt, maar bijvoorbeeld wel van allerlei andere clubs. Ja, dat maar wat moet je van Feyenoord dan besturen? Ja, dat is wel lastig inderdaad, ja. Noem maar eens één inderdaad, ja. Als je zo wint, René, zoals dit weekend PSV gedaan heeft, word je dan kampioen? Nee, maar op zich, als zo'n tegenstander drie keer over de middenlijn heen komt, of vier keer over de middenlijn heen komt, je bent aan het proberen, zo'n wedstrijd loop je wel eens tegenaan thuis. Ik lag er niet zo heel erg wakker van toen ik zat te kijken. Ik moet zeggen dat Fred in de rust heel gedurfd wisselde, hè? Ging een opeens spelen achterin. Ja. Ik denk zo, Fred is aan de diarree, die zit in de wc. En die Kaal heb gezegd, joh, laten we snel een stoppen eraf halen, weet je wel. Maar dat bleek niet zo te zijn. Maar, maar meer kon hij niet doen. Op een gegeven moment speelde hij met 5-6 voorhoede spelers. Meer kan je niet doen en dan krijg je hem er niet in. Ach, dat kan een keer gebeuren. Ja, dus jullie moeten gewoon dit weekend maar tegen PSV winnen, toch dan? He? Ja, nou, ik vind, jij zegt, als je dit soort wedstrijden wint, dan word je kampioen. Dat wordt altijd wel gezegd natuurlijk. Wow. Als je... Het is heel moeilijk om tegen verdedigende ploegen te spelen. Nou, dat doen wij zeker niet. Nee. Wij spelen uit en thuis eigenlijk hetzelfde. We gaan ook zaterdag naar PSV toe om een goed resultaat te halen. En we hebben het goede gevoel, het vertrouwen is er. De tegenstander die wel wint, maar niet overdreven goed voetbalt. Dat is ook een gegeven. Dus wordt leuk, interessant. Ook voor mij als trainer om weer te kijken van hoe ver zijn we. Ja. Weet je wat ik opvallend vond? Ze hebben ooit, en dat vond ik een verstandige investering, hebben ze die Nijland van Groningen voor miljoenen binnengehaald. En dan plotseling duikt een meneer Zeefuik, ja, die bij Almere en Dordrecht gespeeld heeft. En die schiet hem er ook nog in. Ja, uitgeleend, hè? Hij was maar ik vind Nijland echt een heel groot talent. En die komt helemaal niet aan de bak met PSV. Maar wij zijn heel lang bezig geweest met Stef om hem te huren van PSV. Voor jullie zou het een hele goede zijn. Kijk, ik ben heel erg tevreden over ons aanval. Dat is denk ik ontzettend...